Ik ben Jorgen Goossens en ik ben een PhD-student bij Tilburg University en bij APG Asset Management. APG Asset Management is een uitvoeringsorganisatie voor ruim 4,5 miljoen pensioendeelnemers in Nederland. Ik ben Marieke Knoef, hoogleraar en directeur van Netspar. En Netspar is een netwerk en denktank op het gebied van pensioen en vergrijzing, waarbij we verschillende disciplines samenbrengen. Het pensioenstelsel in Nederland was aan vernieuwing toe en onze kennis heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dat pensioenakkoord. En dat hebben we gedaan door kennis te leveren aan de overheid, aan pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook aan de sociale partners, om samen op basis van feiten dat pensioenakkoord vorm te geven. De scientific impact van dit project. We zijn op een punt bij de wetenschap waarvan we weten hoe rationele individuen keuzes maken. Maar we zouden ook graag willen onderzoeken hoe gedragscomponenten invloed hebben op keuzes. Bijvoorbeeld pensioenkeuzes. En een heel concreet voorbeeld is verliesaversie. Stel ik geef iemand 2 bonbons en ik haal daar vervolgens weer een bonbon van weg. Dan komt het weghalen van die bonbon 2 keer zo hard binnen dan wanneer ik 1 bonbon zou hebben gegeven. En deze inzichten die proberen we nu ook te vertalen naar de praktijk die we eerder binnen de wetenschap hebben vastgesteld. Het onderzoek laat zien dat veel mensen zich zorgen maken over hun pensioen. En met de kennis die we ontwikkeld hebben, hebben we bijgedragen aan dat pensioenakkoord. Dat ervoor zorgt dat we weer een duurzaam pensioenstelsel hebben richting de toekomst. Zodat mensen ook zich minder zorgen hoeven te gaan maken. De grote uitdaging is de complexiteit. Want om het pensioenstelsel te hervormen is niet alleen financiële kennis nodig, maar ook juridische kennis, psychologie, communicatie, gezondheidswetenschappen. En die hebben we binnen Netspar samengebracht om ook kennis met elkaar te delen en die kennis ook weer te delen met de praktijk. Enerzijds moesten er allerlei disciplines met elkaar samenwerken en anderzijds moest ook de wetenschap aan de praktijk worden gekoppeld en in sommige opzichten zelfs de praktijk aan de wetenschap. Dus in sommige opzichten nemen we iets waar in de praktijk en dan moeten we als wetenschappers eerst nog daar stappen zetten voordat we het weer in de praktijk kunnen toepassen. Ja, dus dat pensioenakkoord, dat ligt er nu. Maar dat roept nog wel diverse vervolgvragen op, hè, over de implementatie daarvan, over de communicatie richting de mensen. En bijvoorbeeld ook een belangrijk onderwerp is duurzaam beleggen, zodat als mensen dan pensioen krijgen, dat ook is in een wereld waarin we nog fijn kunnen leven met elkaar. Nou, meer in het algemeen hopen we ervoor te zorgen dat mensen minder zorgen hebben over hun pensioen. En dan ook weer kunnen genieten, bijvoorbeeld van die lekkere bonbons.